De blok, we hebben nu nog dus een aantal pagina's die hetzelfde zijn. En ze hebben allemaal dezelfde stijlblad. Maar we gaan nu specifiek display blok methode gebruiken om de elementen hier binnen de main, die sections, naast elkaar te plaatsen. En dat betekent dus dat we niet meer in deze algemene CSS gaan werken, want dat geldt natuurlijk voor alle pagina's. Dus die sluit ik voor de zekerheid. En dan kun ik nu natuurlijk een extra bestand aanmaken, extra CSS-bestand die hier aan gekoppeld wordt. Maar het is natuurlijk ook mogelijk om gewoon met het style-attribuut, het style-element hier te werken. En dan gaan we daarin maar schrijven. Goed, daarin selecteren we dan dus de main elementen niet. We gaan nog naar de sections. We kiezen dus alle sections hier zo. En we hebben dus al een displayblok. We hoeven dat dus niet neer te schrijven. We kunnen wel schrijven displayblok, maar dat doen ze al. En we kunnen ze dan beter een aparte breedte geven. En dat geven we dus mee met width. En dan laten we gewoon een kwart, want we hebben vier van die gelijke sections. Dus we geven ieder gewoon 25% van de breedte die daarvoor beschikbaar is. Dan slaan we op en dan gaan we kijken. En dan zien we hier dus dat ze dus allemaal hier zo aan deze zijkant gaan staan. Maar zoals blokelementen betamen, gaan ze natuurlijk niet meteen daardoor, ook als er plenty ruimte aan deze kant is, gaan ze daar niet staan. Daarvoor moeten we dus een float meegeven. Dus we geven hier een float left. En dat betekent, de elementen gaan links staan en de andere elementen die daarna komen, gaan er rechts langsheen stromen. En dat zie je dus nu ook gebeuren. En de elementen die staan hier zo netjes mooi naast elkaar. Al was het een procentje minder, als dit dus 24% was, dan zouden ze natuurlijk ook wel naast elkaar passen. En dan zie je natuurlijk ook een probleem ontstaan hier zo met die footer, want die stroomt dan omhoog. En daarom is het ook beter om dat te voorkomen. Dus we gaan zeggen van nou, we doen het wel heel netjes zo. We geven hier dus 25%. Maar we geven ook die footer. Nou, dat wil je eerst nog even wachten. Even Command-Z. We gaan hem eerst eventjes nog op 24% laten. En om nou te voorkomen dat die footer hier aan de rechterkant langs stroomt, geven aan de footer een clear left. Clear both. Maar je kan ook in dit geval een clear left geven, omdat ze dus clear both mag je uitproberen. Dat werkt nog net zo afdoende. We slaan hier op en dan gaat die footer hier zo heel mooi onder deze afbeelding hier staan. En dat is dan ook heel mooi geregeld. We kunnen nu nog weer naar 25% gaan, dan is dat wel heel mooi verdeeld zo. Goed. Dit hebben we dan zo opgeslagen. Dat staat dan mooi naast elkaar, maar dit staat ook niet zo heel netjes. We kunnen dan die sections ook veel beter wat padding geven, zodat er wat tussenliggende ruimte komt. Padding. En dan geven we bijvoorbeeld iets met, ja, dat kunnen we ook in procenten doen. We kunnen ook eventjes zeggen, we doen eventjes bijvoorbeeld 20px. En dan zie je dus dat ruimtes niet meer kloppen. Het komt ook omdat die eigenlijk, als we er nog wat groter van maken, als we nou 220 pixels maken hier zo, dan zie je misschien wat er aan de hand is. Dan hebben die, al die elementen zoveel padding, maar dan worden ze ook veel, veel groter van. En om dat nou te voorkomen, gaan we ervoor zorgen dat we anders naar de breedte van een afbeelding kijken. We doen hier zo box sizing. Border box. En dat betekent dus dat als je er over 25% hebt, dan heb je dus inclusief de randen en de paddings erin zitten. En dan komt het dat het weer precies heel mooi, erg heel mooi past. En dan zien we dat er nog wel wat tussenruimte is. Wel, dit is natuurlijk wel mooi. We willen natuurlijk wel zorgen dat het die witte stukjes, dat zijn in dit geval niet zo heel erg fraai. Dat wordt dan dus wat minder. Ik geef ze nog wat meer padding. En wat je ook gaat zien is dat je hier een ruimte hebt. We kunnen ook nog een margin misschien aan die elementen toevoegen. Maar dan moet je gaan rekenen. Dus dat kunnen we ook misschien wel gaan doen. Zeggen van nou, we geven ook wat margins hier zo weg. En dat betekent dat er dus 1, 2, 3 keer een marge komt. Nee, 4 keer een marge komt. Dus als ze allemaal een marge krijgen, en doen we dan een margin
margin. En die geven we bijvoorbeeld 1%. Dan komt dat niet zo mooi uit. Dan zien we ook weer dat er meer elementen naar de volgende rand komen. We willen ze gewoon met z'n vieren naast elkaar hebben. En hoe komt dat nou? Als je hier dus 1% geeft, dan is dit dus 24%. En dan telt dat niet op meer tot 100. Dus dan moet je kijken hoeveel dat samen dan is. Dus hier is 1 marge, 2 marges, 3 marges, 4 marges, 5 marges, 6 marges, 7 marges, 8 marges. Dus dan hebben we eigenlijk 8 plus 100. Dat is echt te veel. Dus we moeten dan dus die breedte laten afnemen, zoveel als die andere is toegenomen. En dan kunnen we beter zeggen, dus dat als we hier een marge hebben van 1%, dat die breedte hier zo, eigenlijk aan twee kanten 1% moet afnemen, die 23%. Command S, en we slaan op en we zien dat alles precies past. En dat is dan erg mooi. Ja, dus dat is wel een klein beetje rekenen. Vervolgens zien we ook dus dat deze afstand die hier zit, en we hebben nu nog ook de marges verticaal, dus we kunnen nog ook nog zeggen, ja, verticaal wil ik hem niet hebben. En dan geef ik hier dus een 0. En dan staan ze mooi tegen de bovenkant aan en is dat wel erg mooi. We hebben alleen maar een horizontale marge. Maar we zien dat deze ook nog wat kleiner is dan deze. En dat betekent dus we eigenlijk ook moeten zeggen van, ja, maar dan moeten we die main, waar ze in zitten, eigenlijk ook een beetje padding geven. Want dan kunnen we dat weer een beetje compenseren. Dus we gaan naar main en dan geven we die dus een padding, zodat er wat meer ruimte is. Nou, verticaal hoeft er niks gebeuren, maar horizontaal ook maar 1%. 1% van de viewport. Als we het opslaan, dan zien we dus dat dit stukje en deze stukjes aan elkaar gelijk zijn. Is dat fantastisch mooi gezicht. En we gaan dan in een later stadium, gaan we natuurlijk er ook voor zorgen dat de witte kleur hier weggaat. Dat doen we op het eind van alle filmpjes, als we met al deze stukjes klaar zijn. En dan hebben we vast best wel een mooi stukje staan zo.